kwam. Zei ik dat echt? Ja, oh ik zei God. Het echt. Die. Schaal van 1 tot 10, in hoeverre denk je dat je van jezelf houdt? 5, denk ik. Mooie quote, Mina. ook zij heeft gebreken, ja, geloof je bijna niet. Maar. Nu natuurlijk ook een iets persoonlijkere vraag aan jou. Oh, ik was kort geleden 50 jaar getrouwd en daar zijn recepten voor. Ja, ja, dat is altijd een balanspunt. Doei! Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een video in mijn serie Up to Date. En ik zit vandaag samen met Miraije, de zus. Ja, de zus. Jullie hebben haar natuurlijk al echt vaak gezien in mijn vlogs. En we hebben ook wel vaker video's gedaan, style battle en weet ik wat allemaal. En nu gaan we dus hebben over liefde. Mm-hmm. Het was namelijk zo, ik vertelde mijn zus over deze serie. Over daten en dat het daarover zou gaan enzovoort enzovoort. En toen zei mijn zus, oké, nou, voordat je het echt over daten gaat hebben, moet je het over één ding hebben. Yeah. En dat is zelfliefde. Dus daar gaan wij het vandaag over hebben. Als je ook mijn andere video's wilt zien die ik heb gemaakt binnen deze serie, check dan vooral eventjes de beschrijving. Daarin staan alle video's. Jullie wil ik natuurlijk vragen of als je duimpje omhoog te doen, vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En willen jullie meer weten over mijn zus? Zij is een coach en daar gaat ze straks wel meer over vertellen, denk ik. Yes. Maar daarvan staat ook alle info in de beschrijving. Dus misschien is het leuk dat jij je eerst weer eventjes opnieuw voorstelt voor iedereen die nieuw is. Ja, die het nog niet weet. Mijn naam is Miraije Bruin. Ik word dit jaar 40. Ik heb een dochter van... Wow, dat zijn heel trots. Ja, ik ben echt vet heel trots. Bam, ja, zelfliefde, out there. Ja, het begint hier hè. Mijn dochter is 11 en ja, ik heb mijn eigen centrum gericht op authentiek leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Wie ben je, wat wil je, wat kan je, je talenten benutten, ontwikkelen. En ook heel veel training over zelfliefde bijvoorbeeld. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Yes. Nou, de eerste vraag dan natuurlijk. Wat is voor jou zelfliefde? Zelfliefde is een manier van zijn. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar komt op neer dat je in staat bent om eerst vanuit jezelf te denken en dan pas naar de omgeving. Dat jij eigenlijk niet op zoek bent naar toestemming van buiten, maar toestemming geeft aan jezelf. Hoe belangrijk is zelfliefde? Hoe belangrijk? Jongens, het is eigenlijk alles. Als jij, misschien herken je het wel, je zegt van, maar ik wil nu echt die man of die vrouw ontmoeten. Ik wil die me eindelijk serieus nemen. Ik wil die helemaal voor me gaat. Maar hoe ga jij met jezelf om? Zo belangrijk is het dus. En als jij in staat bent om jezelf serieus te nemen, jezelf te accepteren, goed voor jezelf te zorgen, dan trek je ook de juiste persoon op je af. Daarom is het dus zo belangrijk om eerst van jezelf te houden. En ik zeg niet dat je altijd meteen volledig van jezelf houdt, hè, want ik kan me voorstellen dat je vaak overal zelf niet ziet staan. Maar wel dat je daar een poging tot maakt, dat je daar stappen in maakt. En let maar op, als je daar meer stappen in maakt, ga je andere mensen aantrekken. Ja, jij bent natuurlijk coach. Ja. Dus hoe merk jij nou als je iemand in praktijk krijgt of als je met iemand samenwerkt, zeg maar een cliënt, hoe merk jij dat ze niet van zichzelf houden? Waaraan merk jij dat? Ik merk het voornamelijk aan hoe de persoon zich presenteert in communicatie. Zeer negatief en niet in verbinding met zichzelf, vindt alles van zichzelf negatief. Is heel erg bezig met de omgeving. En ook eigenlijk totaal zichzelf niet accepteert. Geen goed of fout, weet je, we hebben allemaal onze fase natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd is dat voor mij wel een kenmerk. Ik denk, oké, wat speelt daar? Ja, ja, ik wou ook inderdaad zeggen, want nu geef je natuurlijk de extreme, maar ja. Iedereen herkent zich hier waarschijnlijk wel voor een deel in. Deel, ja. Dat je bijvoorbeeld kritiek op jezelf hebt of iets niet goed vindt aan jezelf. Of, ja. Weet je wel, allemaal kampen we natuurlijk wel in meer of mindere mate een beetje met zelfliefde en een weg. Ja, absoluut. Geen die zegt dat dat niet zo is, dat is erg spannend. En dan kan je hier coach Nee, dat is wel heel spannend dan. Want iedereen, dus ik ook, is gewoon een reis naartoe, hè? Ja. En de reis naartoe is veel mooier dan uiteindelijk de eindbestemming. Ja. Mooie quote, Mina. En als jij nou daarmee gaat werken, wat zijn dan de stappen die jij neemt? Wat doe je dan? Hoe ziet zo'n, bijvoorbeeld een behandeling of zoiets, hoe ziet dat eruit? Waar ga je als eerste mee aan de slag? Het is wel echt een proces, omdat je eerst moet onderzoeken van... vaak komen mensen nogmaals met heel wat anders. Ja, ik wil meer opkomen voor mezelf. Ik wil meer zelf trouwen. Oké, nou top. En dan kom je uiteindelijk achter dat er meer speelt. Dus we gaan een heel stappenplan langs. Eerst heel speels. Ik werk met familieopstellingen, met NLP werk ik. Het herprogrammeren van je negatieve gedachten. Het herkaderen van je, hoe je praat tegen jezelf, hoe je omgaat met anderen. Ik kan van alles zeggen, maar de grootste kracht is van coaching dat de persoon zelf ontdekt
Wow. En vanuit daar in mildheid en kwetsbaarheid, rustig, stap voor stap, hunzelf ja, gaan omarmen eigenlijk. En meer liefde voor hunzelf gaan krijgen. Ik heb nu natuurlijk ook een iets persoonlijkere vraag aan jou. Oh jezus. Hey, op een schaal van 1 tot 10, ja. In hoeverre zou jij zeggen dat jij van jezelf houdt? Ik zeg meteen een 8. Tegelijkertijd weet ik in de coaching dat dat mijn eerste reactie is. En vaak de reactie die ik graag naar zou willen geven. Dus misschien zal het een 7 zijn. Oké, okay. Ja. Je onderschept ook gewoon meteen zelf. Ga ik weer, denk ik dan. Oh. Ja, nee, tuurlijk. Kan je die toelichten, dus even? Nou ja, ik vind echt, ik voel ook echt heel verliefd voor mezelf. Hè? Dus ik ben blij met mezelf. Ik word gelukkig van mezelf. Maar het heeft bij mij ook wel lang geduurd om bijvoorbeeld vooral het stukje toestemming. Ik vond het altijd heel belangrijk dat onze moeder blij was wat ik ging doen. Of dat, dat mijn dochter denkt van ik ben trots op haar, mijn moeder doet echt heel goed. Mm-hmm. Dus ja, daar heb ik echt al een tijdje toch wel mee bezig geweest van hoe ga ik daarmee om. Maar is het überhaupt ooit af? Want kun je een 10 zijn en ben je dan klaar? Nee, ik geloof het niet. Nee, sorry. Voor sommige mensen denken van jammer. Jammer voor je. Nee. Die 10 is sowieso een 9. Ja. Nee, een volledige 10 geloof ik niet in. Ik geloof wel dat mensen heel dichtbij kunnen komen. Dat geloof ik wel. Ja. En ook daarvoor kan het natuurlijk al wel voldoende. Nee, dat zeg ik ja. De reis naartoe is gewoon echt super. Eigenlijk als je jezelf een 7 geeft en je bent daar tevreden mee, dan heb je alweer een stukje zelfliefde behaald. Ja, dat is goed gezegd. Ja. Toch? Dat vind ik een mooi paradox. Ja. Ik heb dit ook op straat aan mensen gevraagd. Welk cijfer geven ze zichzelf? Hoe denken ze over zelfliefde? Hoe belangrijk is zelfliefde voor hun? Dus daar gaan we even naar kijken. Oh, ik ben benieuwd. Zeggen wel eens dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van iemand anders kan houden. Hoe denk jij daarover? Ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ja. Ja. Respect voor jezelf, dan kun je het ook voor een ander hebben. Je moet toch een soort van jezelf accepteren, denk ik. Ja. En dan ook iemand anders kunnen vertrouwen daarin. Ja. Ja, houden ook van je gebreken. Dus daar niet jezelf continu maar mee onder oren slaan van ik doe het niet goed of ik doe het verkeerd. Ik denk als je niet van jezelf houdt, dan kan je ook iemand anders niks geven, denk ik. Iemand leuk vinden, niemand is perfect. Mm-hmm. Dus ook zij heeft gebreken, ja, geloof je bijna niet. Ik geloof je niet. Maar dat je die wel waardeert, zeg maar. Ja. Schaal van 1 tot 10, in hoeverre denk je dat je van jezelf houdt? 5, denk ik. 5? Oh, dat is een net. Wel 7, 8, denk ik. Ja, ik denk inmiddels wel een 9. Een 9? Ja. Wauw, dat is toch wel... dat is netjes. 7. Dat is een dikke voldoende. Ja. En jij? Ja, ik dacht ook 7, ja. Ja, ik denk niet dat het op een schaal te vatten is, denk ik. Nee. Nee, dan kan je het niet op een schaal zetten, nee. Oh, oké, okay. Dat heb je mooi gezegd. Dit stukje hebben jullie natuurlijk al gezien hoe ik eigenlijk een quote erbij pakte en aan mensen vroeg hoe zij daarover dachten. En nu heb ik nog wat quotes voor ons. Okay, die we even samen kunnen gaan bespreken of we het ermee eens zijn, ja of nee en waarom. Je moet eerst van jezelf houden voor je van een ander kunt houden. Zijn we daarmee eens, ja of nee en waarom? Nee, daar ben ik niet mee eens. Want denk ik bijvoorbeeld aan mijn dochter. Ik denk aan jou. Hè? Dus ik kan absoluut van een ander houden. Tegelijkertijd, als je het alleen naar een relatie zou toetrekken, denk ik wel dat je authentiekere liefde kan aantrekken als je meer van jezelf houdt. Nee, ik denk ook dat ik daar inderdaad mee eens ben. Heel veel mensen zijn natuurlijk meteen geneigd om ja te zeggen. Je moet eerst van jezelf houden voordat je van een ander kunt houden. Ja. In de liefde denk ik wel dat het fijner is als je eerst van jezelf houdt, voordat je van een ander gaat houden. Ja. Om die reden dat als je misschien dan van een ander gaat houden, je jezelf daar wel eens in zou kunnen verliezen. Ja, en dan ga je misschien alleen nog maar minder van jezelf houden, omdat je nogmaals jezelf verliest. Ja. Maar de vraag is, in relatie gezien eventjes, hou je van die persoon of hou je van de liefde? Ja, alles draait een beetje om balans, ben ik dan geneigd te zeggen. Ja, dat zal zijn. Gewoon balanspunt. Balans. Doei. Zeggen dat je van jezelf houdt en jezelf voorop zet, is egocentrisch en egoïstisch. Nee. Nee. Ik heb deze er ook echt expres tussen gedaan. Ik zie dat jij niet eens weet wat je hier ook moet antwoorden. Nee, ik raak een beetje in de war van. Ja. Maar de reden dat ik deze ertussen heb gegooid, mm-hmm, is omdat ik, eigenlijk is dat dan een beetje mijn eigen antwoord op de vraag. Ik zou dus geneigd zijn om mezelf een 9 te geven, maar dat is dus dan een 8. Anyway. Maar omdat het heel vaak lijkt alsof andere mensen, als jij van jezelf houdt,
Dat mag niet, dat is te veel. Dat is, nee, weet je, moet geven, niet te veel nemen, niet te veel van jezelf houden, want dan ben je arrogant en dan ben je dit en dan ben je dat. Daarom heb ik deze er toch eventjes tussen gezet. Ja. Als een soort van, dan kunnen we hem even verwerpen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, omdat, en dan even gewoon, ik hou hartstikke van Nederland hoor, maar vooral in Nederland is er een geneigd moment dat je jezelf in de spotlight zet of je zegt van, hey, heb ik echt goed gedaan, dat er een een soort van, maar even doe jij maar even niet zo enthousiast, weet je wel. En ja, dan ben ik ja, als empowerment coach helemaal tegen natuurlijk. Het is zo mooi om te weten waar je goed in bent. Maar de kracht is, weet waar je goed in bent. Probeer dat lekker te shinen. En weet tegelijkertijd ook waar je nog wat te doen hebt. En die bij elkaar zitten is... balans. Oh, we hebben hem weer! En ik zag hem niet eens. Nee, ik zag hem niet aankomen, geef niet. Als je van jezelf houdt, ben je op je mooist. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat je echt iets heel moois uitstraalt als je van jezelf... En ik denk ook, zeg maar, want nu klinkt het net alsof je dat dan moet bereiken. Dus als je nog een 6 bent, dat je dan eerst een 9 moet halen of zo. Nee. Maar ik denk dat je al momenten hebt. Je hebt gewoon, iedereen heeft wel denk ik momenten van, nou, nu ben ik heel blij, ik heb dit behaald. Maar ik denk dat mensen die me kennen zal zeggen, nee, jij bent een 9. Ja. Of shit, nu ben ik misschien te arrogant om dat te zeggen. Ja, nee. Waarom is dat zo? Omdat nou, jij eigenlijk ook wel vaak opmerkt, wauw, weet je wel, niet zozeer qua uiterlijk, maar qua energie. Je straalt. Je straalt. Dat je gewoon goed in je vel zit. Balans? Balans. Nee. Niemand is perfect en perfecte liefde bestaat niet. Ja. Daar ben je mee eens? Ja. Waarom? Nou, perfectie bestaat niet naar mijn idee. En dan moet je ook echt niet naar willen toestreven, want dat gaat je helemaal loco maken. En perfecte liefde ook niet. Als je daar naartoe streeft, ga je ook loco worden. Dan vind je hem niet. Dan ga je hem niet vinden, maar echt niet. Ik wijs weer naar mezelf. Ga ik even herhalen. Nee, maar ik heb het niet gehoord. Als je op tv kijkt en je ziet helemaal, wat weer, die ene beest met die bellen. Oh, hou op, dat is mijn favoriet. Oh, nou ja, oké, okay. Dus dat is misschien de reden. Dan op een duur word je, ja, dan ben je overtuigd dat het is en dat het ooit ga je, hè. En ineens kom je achter, elke keer, achter die datetafel en je denkt, oh, weer geen beest. Dit is niet mijn beest. Weer mijn prins niet. Ik ben het er ook mee eens, maar ik wil toch een kant tegen niet helemaal. Merk je het zin? Ik ben er ook wel. Ik plaats even een kanttekening. Oké, perfectie bestaat. Ik krijg het nu al pijn. Perfectie bestaat niet, maar je kunt natuurlijk wel de beste versie van jezelf zijn. Ja, eens. En ik geloof dus wel, en nu komen we bij dat punt waar je het over hebt, Miraya. Ja. Ik geloof dus wel in een fairy tale love. Yeah. Ik geloof wel dat het sprookjesachtig kan zijn, dat het alles kan hebben wat je wilt. Mm-hmm. Alleen, dan zou ik het niet perfect noemen, maar eerder volmaakt. Ja. Waarin... Ik ben een co-authentieke liefde, sorry. Ja. Dus eerder volmaakt, waarin imperfecties ook als perfect kunnen worden gezien. Oeh, quote jongens, quote. Zei ik dat echt? Ja, oh ik zei God. Het echt. Een cliché. Om van onszelf te houden, moeten we onszelf accepteren. Ja. Inclusief alle mindere dingetjes. De dingen die je aan jezelf kunt veranderen, die gewoon bijvoorbeeld, stel je tanden staan scheef of zo, wat ik dus 2 jaar geleden heb gedaan, om dat dan recht te zetten, doe dat. Maar verder accepteer jezelf zoals je bent, inderdaad. Ja. Ja. Ken je dat misschien wel, heb je het gedaan en dan nog ben je aan het zeiken. Ja. Want dan streef je dus perfectie na, wat dus niet bestaat. Je beste zelf is er al, in jou. Geef jezelf toestemming. We lachen wel, meen het wel. We lachen maar, meen het heus. Ja, inderdaad. Nou, dan komen we meteen ook bij de tips aan. Ik heb op straat ook weer gevraagd om tips, dus die gaan we eerst even bekijken. Oh jee. Niet te veel van anderen aantrekken eigenlijk. En gewoon een beetje wel jezelf blijven. Ja. Oké, scheid hebben ook dus. Ja, een beetje wel. En misschien buiten de groep moet trekken waar je normaal in fungeert. En je open moet stellen voor andere mensen. Ik denk dat dat voornamelijk heel veel invloed heeft op de blik op jezelf. Ja, plannen maken voor de toekomst. En ook zorgen dat het ook gewoon uitkomt. Ja, maar niet alles gaat 100%, maar hè, kijk hoe ver je komt. Je moet je doelen hebben, vind ik, maar geniet ook op het moment zelf. En kijk om je heen wat je hebt. Van jezelf leren houden is ook wel een beetje een leerweg, denk ik. En, ja, daar moet je ook een beetje van genieten. Toch? Ik was kort geleden 50 jaar getrouwd en daar zijn recepten voor. Ja. Wat is het recept? Dat
Met regenachtig weer een paar tik op de kont. Dat klinkt goed. Ja, wat zijn dan jouw tips aan de mensen die kijken wat betreft zelfliefde? Wat zou je ze aanraden? Ja, hou onvoorwaardelijk van jezelf. Dat is natuurlijk wel duidelijk nu, hè. Ja, de belangrijkste tip is self-care. Maak gewoon even een top 10. Wat doe ik op een dag voor mezelf? Hoe ga je jezelf beter accepteren? Maar ik kan zeggen, accepteer je volledig, ga ik niet doen. Begin met meer van jezelf accepteren. Wederom, maak ook even een lijst. En waar heb ik nog wat te doen? En hoe kan ik dat gaan doen? Jezelf serieus nemen begint eigenlijk al bij jezelf. Door niet te streng voor jezelf te zijn. Jezelf meer in de spotlight te zetten. Durf jezelf te complimenteren. Jezelf toestemming te geven. En een nee tegen een ander is een ja voor jezelf. Ga eens kijken naar je eigen waarde, wat jij belangrijk vindt. En hoe je dat kan inzetten in een date, maar ook gewoon eigenlijk in je hele omgeving. En ja, wees gewoon lief voor jezelf. Dus ook als je iets niet fijn zelf vindt, begin niet met ja en dit en dit en dit. Nee, vind ik niet zo heel mooi mezelf. Maar hoe kan ik dan toch mezelf daarin volledig accepteren? Mooi, heel mooi. Ik ben het er natuurlijk volledig sowieso mee eens. Ik had zelf ook wat praktische tips bedacht. Okay. Die jij eigenlijk min of meer allemaal al aangevinkt hebt. Mm. Inderdaad, maak gewoon bijvoorbeeld een lijstje voor jezelf met waar je blij mee bent, wat je doet. Als je dat lastig vindt, dan kun je ook op een dag gewoon zeggen wat goed is wat jij gedaan hebt die dag. Bijvoorbeeld alleen al ik ben opgestaan. Yeah. Hartstikke goed, man. Yeah. Dat lukt niet iedereen. Wat ik er verder nog aan toe zou willen voegen, is dat self-care natuurlijk ook belangrijk is. En dat je best wel een dagje af mag nemen voor jezelf, waarin je gewoon even lekker helemaal niks doet. Ik denk dat te weinig mensen dat doen, dat ze gewoon, wat wij bijvoorbeeld af en toe een avondje gewoon lekker naar de spa gaan. Ja. Voor onszelf, voor niemand anders. En als het nou allemaal niet zelf lukt, dan zijn er natuurlijk ook nog dingen als self-love meditaties of mensen zoals mijn zus, coaches die je daarbij kunnen helpen. Dus nogmaals, ik zet alle informatie over mijn zus sowieso hier beneden neer. Kun je even de naam van je website noemen? Puurkarakter.nl. Puurkarakter.nl. En ik heb zo'n centrum, Puurkarakter Academy. En ik leer mensen hunzelf eigenlijk te bevrijden. En ik word altijd de wakkercoach genoemd, want ik schud je letterlijk al je patronen uit je. Ja, echt. Zodat je gewoon weer echt volledig jezelf kan zijn. En lekker van jezelf kunt gaan houden. Yes. En wie wil dat nou niet? Ja. Dus, nou, ik vond het een hele mooie video zo, denk ik. Ja, zeker. Iets dieper dan de video's. Ik heb me ingehouden. Dus ja, ik weet dat je hebt ingehouden. Maar dit is natuurlijk wel een best wel serieus onderwerp. Ja. En iets waar jullie hopelijk heel veel aan hebben gehad. Hebben jullie nog vragen of dingen die jullie hier zelf nog over kwijt willen? Laat dan natuurlijk eventjes een leuke reactie achter. Vergeet verder niet om je duimpje omhoog te doen en op mij te abonneren. Ik ben volgende keer weer bij jullie terug met nog een video over daten. En dat is dan ook meteen de laatste video binnen deze serie. In ieder geval voorlopig. Mochten jullie nou nog tips hebben of vragen hebben, dingen die jullie echt absoluut in die video willen zien, laat het me dan eventjes weten. En dan ben ik volgende keer weer bij jullie terug. En volgende week natuurlijk weer gewoon een andere leuke video. Dus ik zie jullie dan weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Doeg! 5 mensen in jouw omgeving is wie jij bent. Ben je er blij mee? Even stilte laten vallen. Even voelen. Ben je er blij mee? Ja, nee, ik denk, ja, hè? 5 mensen in jouw omgeving. Oké, jij bent er 1 van voor mij, niet? Ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.